Oh, een Wijndal. Ja, het is denk ik een beetje raar. Ik moet jou feliciteren met je debuut in AZ1. Jullie verliezen met 4-2 van PSV. Wat overheerst dan bij jou? Ja, dubbel is het natuurlijk. Een dubbel gevoel. Want je bent natuurlijk blij dat je debuteert. Maar ja, het is natuurlijk ook jammer dat je daarbij dan ook verliest. Ja, en dan na die rode kaart is het denk ik wel gedaan. Dat weet je zelf dan ook wel in de wedstrijd eigenlijk. We zeiden op de radio bij NH van, je doet het alleraardigst. Je houdt je staande. Wat vind je dan zelf? Ja, het ging deze wedstrijd wel gewoon goed. Ik had ook in de voorbereiding ging het wel gewoon goed, trainingskamp. Dus ja, ik ben er natuurlijk wel een beetje gewend, maar nog niet helemaal dit niveau. Want het is natuurlijk wel een veel hoger niveau dan waar ik speel, zeg maar. Dus, maar het ging wel gewoon goed voor mijn gevoel. Ja, want wanneer hoorde jij dat je moest spelen? Want het is allemaal late termijn. Ja, ik hoorde het, ik denk 2-3 uurtjes voor de wedstrijd. Toen had Thomas Aujan had last. En toen zei John, zei van, ja Owen, jij gaat er gewoon op. Ze vroeg hij of ik het kon en zei ik, ja tuurlijk. Gaat dat nou door je heen? Nah, op dat moment niet echt heel veel. Je wilt gewoon die wedstrijd spelen en gewoon goed spelen. Tuurlijk is het wel een beetje zenuw omdat het je debuut is. En je hoopt gewoon dat je goed speelt. Maar ja, ik denk dat het wel gewoon goed is gegaan. Ja, en alleen die treffers ze komen zo makkelijk tegen. En terwijl je gewoon hartstikke goede eerste helft speelde, had ik het idee. Ja, ik denk het ook. Twee keer Jeter Willems, die zo door kon lopen. En ja, en dan op een gegeven moment een vrije trap, die wordt afgeslagen. En dan tweede bal erin. Ja, dat is zonde. Ik denk ook wel een beetje eigen fouten van ons. Dus, maar ja, helaas. Oh, wat is nou het verschil tussen pakken beet voetballen tegen Tekker Tiel in de tweede divisie tegen PSV voor jou? Ja, gaat allemaal veel sneller natuurlijk. Als je, ja, het wordt beslist op details hier, dus dat merk je ook wel. Dus ja, ik denk dat dat wel een beetje het verschil is. Moest je nog wat doen in de kleedkamer of gebeurt dat niet na een nederlaag? Nee, na een nederlaag niet. Maar als, ik gewoon, als we hadden gewonnen, dan moest ik dansen volgens mij uit de tafel. Dus, die denk je dat wel kunt? Nou ja, misschien wel ja. Op naar meer. Ja, zeker.